Je laatste minuten als vrij man, hoe voelt dat? Ja, redelijk goed, hè. Ik ben lekker rustig. Ik ben aan het genieten alvast. En het is bijna tijd. En dan gaan we een recordje verbreken, toch? Rond de 50 uur ben ik wel wakker gebleven, maar 88 niet, nee. Ben je een beetje uitgeslapen? Zeker, 13 uur geslapen. Aan één stuk? Ja, aan één stuk door. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik ging om 8 uur naar bed en stond er rond 8:30 op. En toen heb ik daarna nog 2 uurtjes geslapen. Dus het moet helemaal goed komen. Ik kan me zo voorstellen dat als u hier vrijdag terugkomt, dat u hier een paar zombies op stoelen tegenkomt. Nou, wie weet. Ik kan me voorstellen, het is een lange zit. Maar ze worden goed onderhouden. Als je ziet, we hebben natuurlijk een butler hier rondlopen. Die ze van alle gemakken voorzien. De eten natuurlijk, maar ook als ze even willen rusten, dan kan dat hier in het kleine ruimte. Wat gebeurt er nou als je dadelijk in slaap valt? Nou, ik hoop niet dat het gebeurt, maar we gaan elkaar sowieso steunen dat mocht het wel gebeuren, dat we elkaar toch een beetje stimuleren om wakker te blijven. Ik heb met mijn mededeelnemers besproken dat ze me mogen slaan als het erg wat is. Gewoon met de vlakke hand in het gezicht? Geen vuist, vlakke hand. Moet je niet ook een beetje gek zijn om dit te doen? Toch wel een beetje ergens. Klopt er iets niet, maar we gaan ervoor. Nu zit je hier een beetje in de vissenkom met al die mensen die hier centraal op komen. Allemaal naar binnen aan het kijken. Vind je dat niet raar? Nee, ik ben echt gefocust op de tv. Ook net zit ik altijd hier film te kijken. Ja, daar let je eigenlijk niet op. Nee. Je bent echt een man met een missie. Ja, een man met een missie.